Hallo allemaal, ik ben Esra en in deze video ga ik jullie wat vertellen over het Kakeya-naaldprobleem. Dit probleem komt uit 1917 en is bedacht door de Japanse wiskundige Soichi Kakeya. Hij kwam op het idee van wat nou als er een samurai met een zwaard horizontaal voor zich een wc inloopt en zich dan 180 graden moet draaien. En hij was benieuwd naar hoe klein kunnen we die wc maken, zodat hij alsnog 180 graden met zijn zwaard kan draaien. Oftewel, wat is de kleinst mogelijke verzameling in het vlak waarin een naald van lengte 1 rond kan draaien? Nou, al gauw kwam hij op een triviale voorbeeld van een cirkel. Hierin kan je een naald gemakkelijk rond laten draaien. Cirkel met diameter 1, dus oppervlakte 1 vierde pi. Al gauw werd Kakeya door collega's gewezen dat er nog een kleinere vorm is, de gelijkbenige driehoek met hoogte 1. Deze heeft oppervlakte 1 gedeeld door wortel 3. En je ziet, hier kunnen we de naald gewoon weer rond laten draaien, zonder problemen. In 1920 is door Julius Paul laten zien dat dit wel de kleinste convexe ruimte is waarin we een naald rond kunnen laten draaien. Maar op een gegeven moment kwam Kakeya erachter dat er een nog kleinere, wel niet een convexe verzameling, maar zeker een kleinere verzameling waarin we ook een naald rond kunnen laten draaien. De deltoïde. Deze vorm maak je door een grote cirkel te nemen en daarna een cirkel met 1/3 van de omtrek. En dan laat je die cirkel 3 rondjes in de grote cirkel wentelen. En dan blijf je één punt volgen. Dan krijg je zo'n vorm. Hierin kunnen we ook een naald gewoon rond laten draaien. En deze heeft als oppervlakte 1/8 pi. Kakeya was er lang van overtuigd dat dit echt de kleinste verzameling is van het vlak waarin je een naald rond kan laten draaien. Maar voordat ik dat ga weerleggen, ga ik eerst een lemma introduceren die belangrijk is. Stel je voor, we hebben een blauwe lijnstuk en die willen we op een parallele plek verplaatsen. Dat is de plek van een rode lijnstuk. Dan kunnen we dat doen door hem gewoon meteen van naar links naar rechts te bewegen. Alleen dat kost aardig wat oppervlak. Maar we kunnen hem ook eerst omhoog schaatsen. Dit kost geen oppervlak, want de lijnstuk heeft geen breedte. Daarna draaien we een bepaalde hoek. En dan gaan we weer schaatsen. En dan draaien we weer een bepaalde hoek. Dit kost in totaal oranje oppervlak. Alleen je kan je voorstellen, als we niet tot zo hoog waren gegaan, maar nog veel hoger, dan hadden we die oranje hoek zo klein mogelijk kunnen maken als we wouden. Oftewel, de complete oppervlak van deze actie hadden we zo klein kunnen maken als we willen. En dat geeft ons het volgende lemma. Gegeven twee evenwijdige lijnen, een lijnstuk van eindige lengte kan continu van de een naar de ander bewegen op een verzameling van willekeurig klein oppervlak. Deze is belangrijk, want dit lemma gaan we gebruiken in de volgende verzameling die we gaan construeren. Bacy Chovich, die kwam op een gegeven moment in de 20e eeuw erachter van, nou weet je wat, we kunnen die gelijkbenige driehoek, waarin we als volgt een naald 60 graden kunnen laten draaien. Die kunnen we bisecteren. Die snijden we gewoon door midden in die bovenste hoek. En daarna leggen we ze op elkaar op een bepaalde manier. En dan zul je zien, we kunnen weer het lijnstuk 30 graden laten draaien hier. En de andere 30 graden daar. Alleen het probleem is, we kunnen niet van die ene driehoek naar die andere driehoek verplaatsen. Maar daar hebben we ons lemma, want je ziet twee parallele verticale lijnen. En daar kunnen we weer ons lemma op toepassen, als volgt. Kijk, we laten eerst de naald 30 graden draaien. Daarna passen we ons lemma toe. Dit kost een arbitraire hoeveelheid oppervlak. En als we hem dan naar de nieuwe parallele lijnstuk hebben verplaatst, dan kunnen we de andere 30 graden draaien. Dit heeft ons totaal de oppervlak van het figuur gekost, plus een kleine hoeveelheid extra
voor ons lemma. En wat Bezicovic achterkwam, als je dit niet twee niet, als we die grote driehoek niet in twee verdelen, maar in nog meer, dan kunnen we die oppervlakte van ons nieuwe figuur zo klein mogelijk maken als we willen. Hier een voorbeeld, als we nu niet één keer maar zes keer bisecteren, dan krijgen we deze vorm. Deze heeft alweer een kleinere oppervlakte als net. En dit is belangrijk, bewijs laat ik weg, maar als je dit dus vaak genoeg doet, dan kan je deze groene oppervlakte zo klein mogelijk maken als je wilt. En hierin kunnen we weer de naald 60 graden laten draaien. Elke keer een kleine draaibeweging en daarna passen we ons lemma weer toe. En zo zul je zien, weer die volledige 60 graden hebben we weten te draaien in deze oppervlak. Plus dan die kleine draaihoeken van ons lemma die we elke keer toepassen. Alleen, nou, we hebben dus een arbitrair kleine oppervlak nodig om 60 graden te laten draaien. Maar die samurai moest natuurlijk wel 180 graden laten draaien. Nou, hoe doe je dat? Je neemt gewoon drie van deze verzameling die je zo klein mogelijk kan maken. Oftewel, deze gele verzameling kunnen we ook zo klein mogelijk maken als we willen. En hierin kunnen we rechts eerst die 60 graden laten draaien. En dan passen we hier gewoon simpelweg weer ons lemma toe. En zo kunnen we uiteindelijk 180 graden laten draaien. En als je hem dan weer helemaal, als je hem horizontaal hebt, dan kan je hem zo naar de andere kant schuiven. En dan kan je hem zo weer 180 graden laten draaien. Oftewel, je kan hem een volledige 360 graden laten draaien. Om dan terug te komen op ons probleem, het Kakea-probleem. Wat is de kleinst mogelijke verzameling in het vlak waarin we naald van lengte 1 kunnen rond laten draaien? Nou, er is geen ondergrens voor zo'n verzameling. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Laat een like achter en abonneer op dit kanaal. Doei!